Welkom vanuit het provinciehuis hier in Zuid-Holland. We zijn hier voor het lijsttrekkersdebat van de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn komende woensdag en u ziet ze al staan. De 6 lijsttrekkers die zometeen met elkaar in debat gaan. En ja, persoonlijk vind ik het wel een bijzonder plaatje, want bij welk lijsttrekkersdebat zie je nou 4 dames staan en 2 mannen? En zijn de dames in de meerderheid? Dat is toch wel bijzonder volgens mij. En we gaan ze aan de tand voelen, toch Ewout? Ja, dat gaan we zeker doen. En ja, ik hoor u misschien al denken, er zijn toch wel meer partijen dan de 6 die hier vertegenwoordigd zijn. Dat is zeker waar. Daarvoor hebben we onze politiek verslaggever Lot van Bree. En die zal hen aan de tand voelen. En niet alleen de lijsttrekkers zijn hier. Er is ook publiek, u heeft ze al eventjes gehoord. Natuurlijk hebben de partijen hun fans meegenomen, her en der te herkennen aan de sjaaltjes, de t-shirts, de jasjes en de buttons. Maar er zijn ook gewone betrokken inwoners van Zuid-Holland hier aanwezig. Allemaal heel erg welkom. Ja, overmorgen, dan is de grote dag. Dan mag er gestemd gaan worden. Weet u nog niet op wie? Let dan komend uur goed op. En voordat we gaan beginnen, stel ik u eerst voor aan de 6 lijsttrekkers die hier vertegenwoordigd zijn. Hij was 2018 genomineerd als beste bestuurder. En dat was hij onder meer omdat hij de handen uit de mouwen weet te steken. Floor Vermeulen van de VVD. Handen uit de mouwen. Wat zijn andere eigenschappen waarmee u de kiezer wil aanspreken? Nou, ik denk dat we in Nederland en in Zuid-Holland ook moeten zorgen dat we het echt met elkaar gaan doen. Hè. Natuurlijk hebben we nu in verkiezingstijd een debat over de verschillen. Maar uiteindelijk kunnen we dit land niet bouwen op die verschillen. Maar moeten we ook zoeken naar de overeenkomsten. Samenwerken dus. Anne Koning van de PvdA. Zij ging de politiek in omdat zij niet langs de kant wil staan, blijven mopperen. Zij wil dus nu de politiek in om dat aan te pakken. Moppert u nu een stuk minder? Nou, het is wel heel erg fijn om te kunnen bijdragen aan een beter Zuid-Holland. En dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Dat doe ik natuurlijk al 8 jaar lang. Ik heb ook in de gemeente en in de Eerste Kamer verschil kunnen maken. En dat doe ik komende 4 jaar graag weer voor Zuid-Holland. Hij is de lijsttrekker van de grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten. Hij zegt niet met beloftes te komen, maar ook echt iets te gaan doen voor de inwoners van Zuid-Holland. Henk de Vree van de PVV, welkom. Dank u. 8 jaar in de oppositie, ja, wat heeft u daar dan bereikt? We hebben verschillende dingen bereikt. Het openbare declaratieregister, het subsidieregister. Sterker nog, dat werd al besloten in de eerste vergadering die wij meededen. Dat heeft veel beloofd natuurlijk voor de rest van de 8 jaar. We hebben ons ingezet voor het project Rijnlandroute, een van de grootste projecten die de provincie ooit heeft gehad. Voor Vlietlanden en uiteraard tegen een verhoging van de motorrijtuigenbelasting, de opcenten. Heel belangrijk. Ze is unaniem gekozen tot lijsttrekker voor deze Provinciale Statenverkiezingen. En dat is eigenlijk niet zo vreemd, gezien de politieke ervaringen de afgelopen tijd als gedeputeerde. Adrie Bom van het CDA, welkom. Dankjewel. Ja, een beetje een gewetensvraag. Voor welke partij, anders dan het CDA natuurlijk, heeft u de meeste waardering? Binnen Zuid-Holland? Ja. Oeh, oh, dat vind ik echt wel een gewetensvraag. En ik moet kiezen. Ja. Nou, ik ga straks in debat. Samen met mijn collega die hier naast me staat. D66. Ik weet niet. Ik geloof toen dat een heel pittig debat oplevert. Dat nee, ik begrijp dat heel goed. Maar we doen wel meer dingen dan debatten. We werken heel goed samen in deze provincie. En dat mag ook getoond worden. Ja, en ook zij is een heel ervaren lijsttrekker. Zoals raadslid, wethouder, burgemeester Ria Oostrop van D66. Als u nou straks die uitslag van de verkiezingen heeft, wie belt u dan als eerst? Dat is een goede vraag, want alle mensen die om mij geven en die van D66 houden, die zijn aanwezig. Dus die hoef ik niet te bellen. Ik ga een van mijn kinderen dan als eerste bellen. En zij ging al op haar 18e de Staten in als statenlid. Lies van Aalst van de SP, maar nu voor het eerst als lijsttrekker. U heeft een zware campagnetijd achter de rug. Waar heeft u van wakker gelegen? Oei, nou, eigenlijk wel gewoon na elk debat de vraag, was het nou goed genoeg? Heb ik het SP-verhaal goed genoeg overgebracht? Ik denk dat zolang je kritisch blijft op jezelf, je ook scherp blijft. Dus er zijn best wel een aantal dingen waar ik s'avonds in bed nog van dacht, was dit goed genoeg? En straks gaan ze in debat, die 6 lijsttrekkers. Maar niet alleen zij gaan hun mening geven. Ook u hier, het publiek, kunt uw mening geven over de stelling die we hebben. Dus doe vooral mee. We gaan kijken naar de eerste stelling. We gaan beginnen.
De woningnood wordt alleen maar groter. Steeds meer mensen zoeken een woning. En over 10 jaar dreigt er in Zuid-Holland een tekort van tienduizenden woningen. Provincie en gemeente moeten er de komende jaren dus voor zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd krijgt. Maar dan is het vreemd dat er op dit moment op grote schaal goedkope sociale huurwoningen worden gesloopt. Goedkoop wonen in Zuid-Holland wordt daardoor steeds lastiger. Daarom nu de volgende stelling. De provincie moet gemeenten dwingen om meer goedkope huurwoningen te bouwen. De kastjes die worden er al bijgepakt. De stemmen worden gegeven hier door de lijsttrekker. En ik zie ook al de telefoons in de hand van het publiek. Zij brengen ook hun stem uit. We gaan discussiëren over die huurwoningen, die goedkopere huurwoningen. En dat ga ik doen met Anne Koning van de Partij van de Arbeid en Floor Vermeulen van de VVD. Kom naar voren. De provincie moet gemeenten dwingen om meer goedkope huurwoningen te bouwen. Dat is de stelling. Ja, die woningnood, het is een groot probleem. Mensen staan 6, 7 jaar soms al op de wachtlijst voordat ze, of langer zelfs wel, voordat ze een woning kunnen krijgen. En toch zegt u nee. Ja, ik denk dat er inderdaad een grote woningnood is in Zuid-Holland. Het gaat economisch nu goed. Er zijn veel mensen die hier willen wonen, op zoek zijn naar een woning. Maar wat de VVD betreft gaan we niet gemeenten verplichten om voor een bepaalde categorie woningen te bouwen. Maar moeten we eigenlijk voor iedereen bouwen. Dus of het nou huur is of koop, goedkoop of duur. Gemeenten die willen ook bouwen en wij moeten als provincie zorgen dat de gemeenten dat ook kunnen gaan doen. Ja, dus niet alleen voor de goedkopere huurwoningen, ook voor de duurdere huur. Ja, voor alle groepen ja, en alle inkomens. Terwijl de woningnood vooral bij de lagere. Ja, volgens mij is er woningnood onder alle groepen van de inwoners van Zuid-Holland. Hè. Heel veel mensen zoeken een betaalbare woning. En of dat nou huur is of koop of goedkoop of duur, is noodzaak om woningen te bouwen. En we moeten dat vooral in samenwerking met die gemeenten doen, want die willen dat heel graag. Dus laten we als provincie die ruimte ook aan ze geven. Ja, geen dwingende rol. De Partij van de Arbeid, Anne Koning, ja, u heeft op groen gedrukt. Klopt. We zijn het ermee eens dat er meer dan alleen maar goedkope huur nodig is. Ook betaalbare koopwoningen. Als je nu zoekt naar een woning van 2,5 ton, is het echt heel erg moeilijk. En wachttijden van 10 jaar, of 6 jaar, was vanochtend nog bij iemand die woont de helft van de week met zijn vriendin bij zijn moeder en de helft van de week met zijn vriendin bij haar moeder. Gewoon omdat ze geen woning kunnen vinden. En dwingen is natuurlijk een naar woord. En de provincie, zijn stijl is ook eigenlijk meer eerst praten, eerst helpen met kennis, ook helpen met een beetje geld. Van ons mag daar, van de Partij van de Arbeid mag daar ook meer geld bij. Maar wij zeggen, als het dan niet lukt, thuis niks moet, die... precies, moet je ook durven zeggen, het is niet goed genoeg en we gaan jullie dwingen. Ja, het vervelende is eigenlijk, zien wij als VVD, dat als je gemeenten gaat dwingen om bepaald iets te doen, wat ze eigenlijk gewoon zelf ook willen doen. Hè. Er zijn heel veel gemeenten die willen ook bouwen voor sociale woningbouw. Waarom gebeurt dat dan niet? Nou, omdat ik denk dat er juist te veel gepraat wordt tussen gemeenten en provincies. Maar dan is toch juist dat dwingende een goed doel? Want... Nou ja, ik denk dat je als je gaat dwingen, dat je dan in hele lange discussies ook met die gemeenten gaat komen. Ja, en wat we volgens mij moeten doen, is gemeenten de ruimte geven om te bouwen voor alle verschillende groepen waar vraag is. Dus nou, dat zei ik al eerder, hè, of er nou koop nodig is of huur, goedkoop of duur. Die ruimte moet er zijn. En ik denk dat we daar niet alleen de gemeente heel hard bij nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook de bouwbedrijven, die ook voldoende moeten kunnen bouwen. Als je bijvoorbeeld gemeenten nu dwingt om goedkope huurwoningen te gaan bouwen, dan betekent dat ook bijvoorbeeld dat corporaties heel veel geld kwijt zullen zijn juist aan die woningen. We hebben veel meer mensen nodig dan alleen gemeentes, helemaal waar. Maar wat je nu ziet is dat gemeentes samen afspraken maken, want de woningmarkt is regionaal. En dat de steden in dit verhaal echt ook naar de provincie kijken om hen te helpen de buurgemeentes zover te krijgen meer te bouwen. Want het is soms ook gewoon veel lastiger voor de buurgemeentes. Die hebben misschien maar 20% van de woningvoorraad, sociale huur. En als wij natuurlijk veel meer gaan helpen en uiteindelijk ook zeggen, en nou is het klaar met praten, nou wordt er gedaan.
En dat is het dwingen toch uit ultimo, hè, dat je stopt met praten en gewoon gaat zorgen dat het gebeurt. Dus ik hoop dat een doenerspartij als de VVD ook wil doorpakken. Ja, kijk, volgens mij is het nou juist in Zuid-Holland ook zo dat er heel veel sociale woningen zijn. Hè? Ongeveer 39 à 40% van de markt is goedkope woningbouw. Dus ik denk dat er ook niet echt nodig is om op die sector bij te bouwen. Sterker nog, er is de afgelopen jaren juist ook heel veel gedaan. Het is de enige groep woningen die stabiel is gebleven. Dus er is de afgelopen jaren ook heel veel bijgebouwd. En dat is ook nodig, want we moeten dus niet alleen die goedkope woningen bouwen, maar inderdaad ook juist wat mevrouw Koning ook zegt, ook die woningen voor 250.000 of 300.000 euro, die mensen gewoon kunnen kopen. Als ik VVD'ers beluister, ik heb het uit jouw mond nog niet gehoord, maar dan is het ook mensen die nu volgens de regeltjes te veel zouden verdienen voor sociale huurwoning, die moeten daar maar uit. Nou, de PvdA is heel helder. Die mogen daar gewoon blijven wonen. We gaan geen scheefwoners wegpesten. Ja, we gaan volgens mij helemaal niemand uit het huis pesten. Maar als jij een groot inkomen hebt en je kan gewoon een normaal huurhuis betalen, dan hoef je volgens mij niet in zo'n goedkope gesubsidieerde woning te blijven. Dat is ook eerlijk. Hè? Dus als je het kan betalen, dat zou ik juist van de Partij van de Arbeid verwachten, dan moet je het ook zelf gewoon doen. En dan moet je het ook betalen. Dus wel mensen dwingen, maar niet gemeentes dwingen. Nou, volgens dat is een beetje gek. Volgens mij dwingen we helemaal niemand. Maar we vragen gewoon een eerlijke prijs voor de huur die mensen kunnen betalen. En dat verwacht ik juist van de Partij van de Arbeid om de VVD daar ook in te steunen. We gaan erover verder praten met de andere lijsttrekkers ook. Ik wil u beiden bedanken. Ga terug naar de plek. Er is wat te kiezen, dat blijkt wel, want de aanpak van deze twee lijsttrekkers die verschilt. En ik ben heel benieuwd hoe de andere lijsttrekkers daarover denken. Ewout. Ja, die zijn ook verdeeld. Want als we kijken naar de stemmingen hier, de PVV en de SP vinden inderdaad de provincie moet gaan ingrijpen. En CDA en D66 denken daar dus anders over. Mevrouw Van Aalst, SP, u zegt wij moeten echt gaan ingrijpen als provincie. Zeker. Je ziet op steeds meer plekken een beweging, bijvoorbeeld bij Rotterdam, waar 20.000 sociale woningen tegen de vlakte gaan. Een soort van sloopnomaden creëert, die ook nergens meer terecht kunnen. Overigens zeggen wij als SP niet alleen gemeentes moeten ze bouwen, corporaties moeten ze bouwen. Maar wij zeggen ook, wij moeten daaraan bijdragen als provincie. We kunnen niet alleen maar zeggen het moet, dan moeten we voor een deel ook zelf die portemonnee trekken om daar ook bij te helpen. Maar dat gaat heel ver, hè, wat u zegt, ingrijpen. Nou ja, voor een deel is dat ook juist je provinciale rol. En we zien dat gemeentes toch liever de duurdere woningen bouwen en heel veel van die goedkopere woningen slopen. En uiteindelijk die mensen met een lager inkomen, mensen die een goedkoper huis hadden kunnen kopen, die hebben ook een woning nodig. En wij zijn er dan wel als provincie om het overzicht te houden en uiteindelijk de conclusie te trekken, die wachtlijsten zijn zo lang, wij moeten daar iets aan doen als provincie. Ja. Toch nog even, u zat toch aan de knoppen de afgelopen 4 jaar? U heeft het niet gedaan. Nou, daar vergist u zich in. Het mooie is dat we de afgelopen jaren juist veel strenger zijn gaan handhaven daarop. Overigens kijk ik daarbij ook naar mijn collega van de Partij van de Arbeid en naar GroenLinks. We hebben met z'n drieën opgetrokken om te proberen die Rotterdamse sloopplannen tegen te houden. Maar ook om de gedeputeerden keer op keer te vragen, stuur. Ga nou naar die gemeentes toe en geef ook aan dat er echt een ander type woningen nodig is in deze provincie. Laten we eerlijk zijn, de wachtlijsten voor een villa zijn beduidend lager dan de wachtlijsten voor een goedkopere koop- of huurwoning. Dus je ziet ook duidelijk waar de behoefte is. En natuurlijk begrijp ik dat een projectontwikkelaar graag dure huizen bouwt. Daar verdien je namelijk veruit het meeste op. Maar dat neemt niet weg dat dat niet de woningen zijn die op dit moment het hardste nodig zijn. Punt is helder. Als we het over de gedeputeerde hebben, mevrouw Bom, u was de gedeputeerde die hierover ging. Ik ben de gedeputeerde. Ja. Nog steeds, inderdaad. Ja, het is nog geen, het is nog geen 21 maart. Ja. Ja. Wat is uw oplossing? Nou, de oplossing is, en die is hier al genoemd, maar door meerdere partijen, dat wij als provincie hebben gezegd, we moeten zorgen dat voor alle doelgroepen de woningen gebouwd worden. Dat blijft overal achter. Geen gemeente in Zuid-Holland bouwt wat die mag bouwen. En dan is inderdaad een zorggroep, is die sociale huur en koop. Daar moet je dus met elkaar afspraken over maken. Waarom heb ik namens het CDA gezegd, nou ja, dwingen. Dat was een beetje enerzijds, anderzijds. Wij zijn een partij van de samenwerking. Je gaat in gesprek met gemeenten. Die gemeenten willen ook de goede dingen doen. Maar het is lastig, want het gaat niet snel genoeg. En dan hebben we uiteindelijk, hè, we hebben altijd het verhaal van de wortel en de stok in de Staten ook genoemd. Je probeert ze mee te krijgen in. Je verleidt ze. We hebben ook middelen beschikbaar gesteld om te zorgen dat sociale koop en huur gebouwd kan gaan worden. Als het dan helemaal niet lukt, dan heb je nog een soort lastinstrument. En dan ga je, nou, dan kun je, we hebben een ruimtelijk instrumentarium om dan te zeggen, dan gaan wij een deel overnemen. Ja, nog even kort de andere twee. PVV zegt, ja, het zijn die statushouders, hè? Die hebben de plekken in bezet. Ja, inderdaad, klopt. In ieder geval voor een deel. En ik moet eerlijk toegeven dat ik, als ik aan het antwoord denk op deze stelling, toch wel even getwijfeld heb. Wij zijn namelijk niet voor het dwingen vanuit de provincie.
Aan de andere kant... Dat was de stelling. Ja, dat weet ik. Maar je kunt natuurlijk die stelling op twee manieren bekijken. Je kunt je concentreren op dat dwingen en je kunt je concentreren op het onderwerp. We constateren dat er echt wel een probleem is als het om die sociale huurwoningen gaat. En we kunnen ons voorstellen dat het misschien niet om dwingen gaat, maar wel om stimuleren. Dat er een regiefunctie is vanuit de provincie. Dus dat in acht nemend dacht ik van, weet je wat, laten we eens een keertje over het woord dwingen heen stappen. En ik krijg dadelijk best de gelegenheid om dat even toe te lichten en aan te geven dat wij niet zo voor dwingen zijn. Maar er moet wel iets gebeuren. Nou, kort nog Ria Oosterop, D66. Ja, D66 weet natuurlijk ook dat er enorme wachtlijsten zijn. Maar wij vinden dat je voor alle categorieën moet bouwen. Mensen met een laag inkomen, mensen met een gemiddeld inkomen, mensen met een hoog inkomen. Zodat je op die manier ook de doorstroming bevordert. Scheefgroei vind ik echt een probleem. Mensen met hogere inkomens moet je ook de mogelijkheid geven om te verhuizen. Ik spreek veel mensen die graag kleiner willen wonen, bijvoorbeeld. Maar die er geen mogelijkheid toe hebben. En het zou fantastisch zijn als je ook voor die mensen bouwt, zodat ze een groter, misschien goedkoper huis achterlaten. Helder, dus bouwen dus voor iedereen. Nou, dat zijn de zes partijen die hier staan. We hebben ook publiek, hè, Martine? Absoluut. En ik dacht eerlijk gezegd dat het een klassieke rechts-links tegenstelling zou zijn. Waren het niet dat de PVV over het woord dwingen is gestapt? 50-50 dus op deze stelling bij de lijsttrekkers hier. Hoe denkt het publiek erover? Ze hebben ook hun stem uitgebracht. En dan blijkt dat 66% van de mensen hier in de zaal voor de stelling is. Lot. Ja, want wij hebben hier ook lijsttrekkers die daar niet staan. Dit zijn overigens heren vooral, op één dame na. De dames staan hier, de heren staan hier. Bij mij, wie voelt de behoefte om gelijk te reageren? Wie is voor en wie is tegen? Ja, denk. Kijk, ik denk dat de kans dat je in Rotterdam de staatsloterij wint groter is dan dat je een sociale huurwoning krijgt. En wat is dan de oplossing om toch meer sociaal te bouwen? Inderdaad, gewoon dwingen. Gemeentes willen graag duur en middelduur bouwen. Het lijkt wel een vloekwoord als je het over sociale woningvoorraad hebt. Het is ook duur, toch? Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel voor al je mensen zorgen. En je moet eerst aan de onderkant voldoende bereikbare woningen hebben. En moet de gemeente daar dan ook in de buidel tasten om bij te dragen, om ervoor te zorgen dat die sociale woningen er komen? Ja, wat mij betreft wel. Ook vanuit de provincie kunnen we gewoon financieel ondersteunen. Want het zijn de projectontwikkelaars die bouwen en die kunnen we op een bepaalde manier compenseren. Bijvoorbeeld door de grondprijzen wat lager te maken. Even naar GroenLinks. Ja, wij vinden ook dat er voor iedereen een woning moet zijn. Dus dat we niet alleen bouwen voor de grootverdieners, dure huizen, wat voor projectontwikkelaars en gemeenten vaak aantrekkelijk is. Maar dat iedereen een woning moet krijgen. Dus je moet woningen hebben in alle prijsklassen voor alle soorten gezinnen. Dus ook studenten, ouderen, gezinnen, maar mensen in de bijstand. Hoe zorg je ervoor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt? Nou, als provincie moet je dus de woonvisies goedkeuren, zoals dat heet. Dus de gemeenten die komen met een plan. En als provincie kan je zeggen, nou, de plan is wel of niet goed. We vinden dat je ook moet zorgen dat iedereen echt een huis heeft. 50 plus? Ja, de vraag is niet willen we, maar kunnen we het? Het is scheef gegaan op het moment dat de woningcorporaties een andere rol hebben gekregen van de overheid. Op het moment dat die zijn gaan ontwikkelen als particuliere ontwikkelaars, is het fout gegaan. Daar zit een hoop ellende, daar zit nog een hoop financiële tekorten. Willen we echt vooruit gaan, dan zullen die corporaties een andere rol moeten krijgen. De verhuurdersheffing moeten we afschaffen, de corporaties moeten meer in kas krijgen om te kunnen bouwen. De verhuurdersheffing, daar gaat het Rijk over. Precies. Daar kunt u eigenlijk als provincie niet zoveel van zeggen. Nee, maar we kunnen natuurlijk wel in de Tweede Kamer daarvoor pleiten. Als we echt vooruit willen en willen tempo maken, dan denk ik dat je daar iets aan moet doen. Die corporaties hebben toch een aparte rol gespeeld een aantal jaren terug. Hebben geïnvesteerd in projecten, kijk maar in Rotterdam, waarvan je zegt, van, nou, is dat nou wel zo zinvol? Nou, daar zit volgens mij de bottleneck en daar moeten we veel meer aan doen. Dus corporatie of woningcorporaties moeten weer echt vooral sociaal gaan bouwen? Juist, die moeten doen waarvoor ze opgericht zijn, sociale woningbouw en geen ontwikkelaar. Nou, een beetje de linkse praat, zou ik bijna zeggen, hier aan deze kant. We gaan straks ook naar de andere kant en dan eens kijken wat daar gevonden wordt van de stellingen. Wat de provincie precies doet, is voor veel mensen misschien niet helemaal duidelijk. Maar als het gaat om windenergie, ligt dat heel anders. De provincie zoekt namelijk de locaties uit voor deze windmolens. En dat leverde de afgelopen jaren veel verzet op bij gemeenten en omwonenden. Dan gaat het om geluidshinder, slagschaduw, waardedalingen. Ook de komende jaren moeten er windturbines worden gebouwd. Maar de vraag is of je in het dichtbevolkte Zuid-Holland nog meer, vaak 200 meter hoge torens moet bouwen. Daarom nu de volgende stelling. Windmolens mogen alleen nog maar op zee gebouwd worden.
Ja, het is een heet hangijzer of misschien wel heet draaijzer hier in de provincie. Vandaar dat we de stelling hebben, windmolens mogen alleen nog op zee gebouwd worden. De lijsttrekkers mogen natuurlijk hun stem uitbrengen. Pak het kastje er weer bij, ook hier in de zaal. Pak de telefoon erbij en ga stemmen. Ik ben heel benieuwd wat u er thuis of wat u er hier in het publiek van vindt. Maar nu eerst de lijsttrekkers. Yeah. De VVD en de PVV, die zijn beide voor de stelling. Tegen zijn de PvdA, CDA, D66 en SP. En toch ga ik de dames vragen van het CDA en D66 om naar voren te komen. Dan hebben we het over Adrie Bom en Ria Oostrop om te discussiëren over de stelling. Windmolens alleen nog op zee. Ja, beide bent u tegen deze stelling. Dat betekent dat u beide de windmolens ook op land wil hebben. Waar? Ja, ik heb inderdaad tegen de stelling gestemd. Niet omdat D66 tegen windmolens op zee is. Dat is absoluut niet zo. Maar het is volstrekt onvoldoende. Het zal u niet verbazen dat D66 een groot voorstander is van het klimaatakkoord. Ja. En de doelen die daarin... Het is daarin... En bij u in... Het is windmolens op zee, ja. Graag op land. Ja. Maar dan natuurlijk... waar wil D66 van de windmolens plaatsen? Dat gaan wij in overleg met gemeenten doen en met de inwoners uiteraard. Voorwaarde is natuurlijk dat ze niet in het groene hart, in het open landschap worden geplaatst. Maar we denken dat er hele goede mogelijkheden zijn om ze bijvoorbeeld langs de infrastructuur te plaatsen. CDA. Ja, ik heb ook tegen de stelling, want net zoals net al werd gezegd, het is waarschijnlijk NNN. Kon het alleen maar op zee. We zullen ook echt naar andere plekken moeten gaan kijken, ook naar andere vormen van duurzame energiebronnen. Dat gaan we denk ik ook doen. En wij denken ook als CDA op die plaatsen waar inwoners met elkaar een initiatief nemen om een windmolen neer te zetten, waar ze ook de revenuen weer ervan kunnen krijgen, maar daar moet je ook mee bewegen. Bent u dan beiden niet een beetje naïef als we kijken naar de inwoners? Zodra er gesproken wordt over een windmolen, dan gaan de hielen en de hakken in de zaal. Dat is niet altijd. Nee, dat is niet windmolen. Altijd waar. Er zijn hele mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld op Goeree Overflakkee. Waar een coöperatie is gevormd. En waar inwoners dus ook mee profiteren van de opbrengsten. Ook in financiële zin. Van de windmolens. Ja. En daar is echt wel draagvlak. Maar er is haast bij geboden. Dat draagvlak is echt volgens mij niet zo groot. Als u denkt. Ja, op bepaalde plekken. Hoe gaan we dat draagvlak dan vergroten? Nou, u zegt eerst al. Er is haast bij. Ja. Kijk. Wij zeggen met elkaar, volgens mij heel veel partijen ook hier aanwezig, van we moeten naar die duurzame energie toe. Maar die haast, dat vind ik dan wel een andere. Natuurlijk misschien moeten we de haast even uitleggen. Het Rijk heeft een doel opgelegd aan de provincie. Ja, maar die hebben we al ingevuld. Nee, dat is de eerste opgave voor 2020. Moesten gemeente, provincie, ontwikkelaars hebben met elkaar afgesproken, we gaan zorgen voor een bepaalde windopgave. Die hebben wij ruimtelijk als provincie al mogelijk gemaakt. Dus dat is niet meer aan de orde. De vervolgstap waar nu de klimaatafspraken over gemaakt moeten gaan worden is, hoe gaan we verder zorgen dat wij in Zuid-Holland ook duurzaam gaan omgaan met onze energiebronnen. En dan wordt het niet alleen wind, het wordt ook niet alleen zon. We hebben een prachtige kans hier in Zuid-Holland om juist die warmte die nu uit de haven komt, die de lucht ingaat, het water ingaat, af te vangen en door te geleiden naar, ik kom uit Westland, naar bijvoorbeeld de glastuinbouw in Westland. Dat is de enige sector trouwens die CO2 heel goed kan gebruiken, want daar maken ze prachtige producten van. En die gaan we doorgeleiden naar de huizen. Dat is echt een kans die we hier in Zuid-Holland hebben. Alle regio's zijn bezig om te kijken wat kunnen wij zelf nog doen. En die windmolens op zee, dan stop ik, ik zie uw gebaar. Die windmolens op zee, die hebben we hartstikke hard nodig voor onze Rotterdamse haven. Maar toch heeft uw partij gezegd in de krant we willen niet doorslaan in de energietransitie. Nee, maar dat daar zeg ik voor gewaarschuwd. En D66 is en. Maar ook niet van doorslaan, volgens mij. Wij hebben in de krant als lijsttrekkers gezegd, wij willen absoluut de klimaatdoelen halen, maar wel op een haalbare, betaalbare, realistische manier. Ja, u zou mij heel erg geruststellen als u zegt inderdaad van, wij willen die doelen wel halen. Absoluut, en ook op de afgesproken termijn. Ja. Want ik merk landelijk toch wel een beetje aan het CDA, en daar maak ik me dan wel best een beetje zorgen om, dat inderdaad er gezegd wordt, we gaan vertragen. Ja. Maar... Nee, dat is niet aan de orde. Waar mijn zorg zit vanuit het CDA, is dat het een energietransitie moet zijn voor iedereen. Dat het niet een verhaal is van de grachtengordel in Amsterdam, maar ook van mensen in de Haagse wijk waar we vanochtend waren, Eskamp, die mee kunnen doen in die energietransitie, dat het voor hen ook haalbaar en betaalbaar wordt. En daar strijden wij voor, ook in deze campagne. Ja. De meningen van u zijn duidelijk. Ik zou u willen verzoeken terug te gaan, want dan kunnen ook de andere
lijsttrekkers natuurlijk reageren. De dames die zeggen inderdaad ook op land windmolens. D66 wil er iets meer haast mee maken dan het CDA. Want die willen allebei overigens het wel in goed overleg met de omwonenden doen. Ja, en wat dat betreft, Martine, is het hier bij de andere vier net wat meer verdeeld. Want ik zie er twee die groen zeggen. Ja, inderdaad, alleen nog maar op zee. Floor Vermeulen, VVD, nu nog de grootste partij. Wellicht na woensdag ook nog. We gaan er natuurlijk vanuit dat na woensdag ook zo is, ja. Precies, u wel. U zegt, u zegt alleen nog op zee, waarom? Nou ja, kijk, we hebben een enorme hoeveelheid windmolens al in Zuid-Holland op land geplaatst. En dat is best een ingewikkelde discussie soms geweest. Er werd net al gezegd, hè, Goeree, Overflakkee. Nou ja, dat eiland dat zegt nu van, het zijn er wel een beetje genoeg die we nu hebben. En ik begrijp dat heel goed. Want wij zijn als provincie ook hoeder van het Hollandse landschap. En die molens hebben een enorme invloed op dat landschap. Niet iedereen vindt dat even mooi. Dus er is altijd veel weerstand tegen als de provincie zegt, nou, er komt weer zo'n molen bij u dichtbij in de achtertuin te staan. En wij zeggen nu als provincie, als VVD, ja, dat zouden we eigenlijk niet moeten willen. Je kunt nu heel goedkoop molens op zee plaatsen. En laten we ook realistisch zijn, wij gaan nooit als Zuid-Holland alle energie die wij nodig hebben zelf opwekken. We zijn geen autarkie. We gaan het niet allemaal zelf doen. We zullen ook in de toekomst energie uit het buitenland moeten blijven importeren. Daar waait ook wind, daar schijnt ook de zon. Maak daar als Nederland ook gebruik van. Ja, u zegt laat de anderen het maar doen, maar tegelijkertijd bent u als gedeputeerde ook wel gebonden aan die klimaatdoelstellingen. Zeker, wij zijn natuurlijk nu aan het kijken van, nou ja, wat gaan die klimaatdoelstellingen betekenen? Hè? Hoe gaan we dat invullen? Maar het is mijn vaste overtuiging dat wij dus niet al die doelstellingen in Zuid-Holland één op één hoeven te realiseren. In de zin dat wij hier al onze eigen energie gaan opwekken. Wij gebruiken heel veel energie, in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Ja, je moet ook kijken, waar kun je dat anders doen? En dat hoeft niet allemaal in Zuid-Holland. Dus wat ons betreft geen extra windmolens op land dan die al zijn afgesproken. Nou, volgens mij staat uw buurvrouw te popelen. U zegt wel op land. Uiteraard moeten er heel veel windmolens op zee komen. Maar met alleen maar windmolens op zee komen we er niet. Dat is precies waarom we ook met een aantal partijen het duurzaamheidspact hebben gesloten. En wat je nu hoort is dat er mensen zijn die hun eigen molen zouden willen plaatsen. En dat de provincie dat tegenhoudt. Ja, ik snap dat niet. Juist een partij die ook zegt, geef mensen een kans. Ja, als ze zelf hun molen willen, dan heb je er ook, als je er van bovenaf oplegt, ja, dan is dat natuurlijk ook niet iets wat je wil. Maar komt dat, ook niet werken. Komt dat echt veel voor, dat mensen zelf zeggen, wij willen zo'n molen in de achtertuin? Er zijn meer mensen die geld inleggen bij bijvoorbeeld de windcoöperatie dan de windvogel, dat is dus een coöperatie waar mensen geld in leggen, dan zij plek hebben om windmolens neer te zetten. Er zijn mensen die dat willen, bijvoorbeeld bij het Groene Hart, die het horen hebben gekregen, nee, dat mag niet. Er zijn gewoon gemeentes waar mensen zeggen, wij doen mee met deze beweging en als politici houden we dat tegen. Bizar. Ja. Maar het bijzondere is natuurlijk wel dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, als mensen ergens een bedrijf midden in het Groene Hart neer willen zetten, hè, dat vinden ze ook soms leuk, dat we dan met z'n allen zeggen, ja, dat mag niet zomaar. Maar als het een windmolen is, wat soms nog veel beter zichtbaar is vanuit de verte, ja, dan mag het opeens wel. En dat is eigenlijk met twee maten meten. Hè. Wij zijn als provincie, vindt de VVD, de hoeder van dat landschap. Eens. En dan zou je niet moeten zeggen, nou, windmolens mag u overal neerzetten, maar een bedrijf of een huis mag niet. Ik denk ook niet dat het CDA en het D66 hebben gezegd dat ze overal maar mogen komen. We moeten dat in overleg met gemeenten doen. En ik denk dat er hele mooie voorbeelden zijn. Ik zie soms windmolens langs een snelweg. Precies. Dat vind ik persoonlijk niet lelijk. Nee, en dat is echt iets anders dan een doos bedrijventerrein langs een snelweg. We moeten helaas al afronden. We gaan kijken hoe de andere partijen hierover denken. En natuurlijk het publiek, Martine. Ja, want het publiek heeft ook gestemd over de stelling. Windmolens mogen alleen nog op zee gebouwd worden. Ik ben benieuwd. De zaal die kleurt rood. En dat betekent dat 69% van de zaal, 67% van de zaal tegen de stelling is. Dus zij vinden ook dat windmolens op land mogen. Hoe denken de andere partijen daarover, Lot? Ja, dat gaan we eens vragen. Windmolens alleen aan land of alleen aan zee? Dat is de stelling alleen op zee, ja of nee?
Ja, als GroenLinks zijn we het daar niet mee eens. We hebben in Nederland een enorme klimaatopgave. We hebben heel lang getreuzeld om die aan te pakken. En hoe langer je wacht met treuzelen, hoe langer je wacht met aanpakken, hoe lastiger en duurder het wordt. Dus die klimaatrammers, waar het al de afgelopen tijd over gegaan is? Of juist niet? Nee, ja, je hebt juist in Nederland te veel klimaattreuzelaars. Hè? Je moet het nu aanpakken. Je merkt afgelopen zomer, we beginnen het in Nederland echt te merken, afgelopen zomer was heel erg droog. We hebben watertekort gekregen. Waterschappen zeggen de boeren mogen geen water meer komend jaar niet meer sproeien op hun land. Dus het probleem raakt Nederland gewoon. En je ziet ook dat steeds meer mensen die willen ook gewoon actie op het klimaat. Maar waar moeten die windmolens dan komen? Nou, wij vinden dus samen met een aantal andere partijen als GroenLinks vinden wij dat je dat samen met de mensen moet organiseren. En in Zuid-Holland zijn er heel veel mensen die het willen. Hè? Ik bedoel, het werd al maar dan genoemd. Willen ze het wel, maar dan bij de buren, zal ik maar zeggen. Nee. We hebben een schoolvoorbeeld hier in Zuid-Holland waar dus van onderop een initiatief is gekomen. Daar hebben ze met alle mensen, alle inwoners en alle gemeenten gesproken van hoe gaan we die klimaatopgave, hoe maken we onze regio energie neutraal? Daar kwam wat uit. Daar was iedereen tevreden over. Ze wilden gaan bouwen en de provincie hield het tegen. Nou, er is even iemand die volgens mij verstand heeft van burgers. Tenminste, dat denken ze in ieder geval zelf. Code Oranje. Ja, nou, gaat dit lukken? Dit is precies wat wij ook vinden. Want er zijn ontzettend veel initiatieven van mensen die echt graag wat willen. Maar die gewoon de ruimte niet krijgen bij de provincie. Maar dan moet... En we horen nu heleboel mooie plaatjes daarover. Maar de afgelopen 4 jaar heeft de provincie er meer voor gelegen. En dat ze heeft geholpen aan de samenleving om daadwerkelijk ideeën ten uitvoering te brengen. Want er zijn een heleboel goede ideeën. Maar hoe gaat u dat als Code Oranje dan eigenlijk uiteindelijk in praktijk brengen? Want gaat u dan overal langs de deuren en vragen wat vindt u nou en dat wordt dan zo verzameld? Nou, je hoeft er niet voor langs de deuren, want mensen komen met ideeën, kloppen aan op de deur. En die mensen moet je de ruimte gaan geven. En de provincie moet veel minder gaan besturen en veel meer mogelijk gaan maken. Maar wat bedoelt u daarmee? Dat betekent dat als iemand met een idee komt, dat je gaat kijken hoe gaan we dit mogelijk maken. En ook al is het misschien zo dat we het groene hart moeten beschermen, waar kan het wel? En als een aantal mensen zeggen, not in my backyard, dan kan het zijn dat het, als je al die mensen bij elkaar brengt, dat er ergens toch wel een plek is waar het wel kan. En daar ligt de provincie nu veel te veel tegen. Nou, dus alle vertrouwen in de burgers hier vanaf dit deel van de vloer, zou ik bijna zeggen. Het gaat goed met Rotterdam De Heek Airport. Het ooit wat slaperige zakenvliegveld is uitgegroeid tot een luchthaven waar vorig jaar bijna 2 miljoen passagiers gebruik van maakten. Een stijging van maar liefst 10%. Want voor een vakantie naar Barcelona, Lissabon, Istanbul hoeft u niet langer helemaal naar Schiphol te reizen. Maar de groei heeft niet alleen voordelen. Zo worden de geluidsnormen regelmatig overschreden. Omwonenden klagen daarom steeds vaker over het vliegtuiglawaai. Vorig jaar maar liefst 37.000 keer. 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. En veel klachten gaan over vakantievluchten. Daarom nu de volgende stelling. Overlast of niet, Rotterdam De Heek Airport moet het aantal vluchten kunnen uitbreiden. Ja, we moeten nog maar eens even op zo'n extra vluchtje richting Barcelona kunnen stappen. Dat is eigenlijk de stelling, overlast of niet. Rotterdam De Heek Airport moet het aantal vluchten kunnen uitbreiden. Ik ben heel benieuwd hoe de lijsttrekkers hier erover denken. Pak het stemkastje er weer bij. En in de zaal hier natuurlijk de mobiele telefoon om daar de stem uit te brengen. Dan horen we straks hoe de zaal daarover denkt. Wij gaan eens even kijken hoe de lijsttrekkers erover denken. Allemaal gestemd? Volgens mij wel. Eens kijken, de kleuren. Nou, er is maar 1 voorstander en dat is de PVV. Henk de Vree, en daar gaan we ook mee discussiëren. Samen met de SP, Lies van Aals. Ik wil jullie beiden naar voren roepen. Rotterdam, die Heek Airport, ja, moet gewoon kunnen groeien, moet kunnen uitbreiden. Moeten gewoon lekker onze vlucht richting Barcelona of richting een andere leuke vakantiebestemming kunnen pakken. En die klagers, meneer de Vree, ja, zo wat. Nou ja, wat in onze provincie gebeurt is, we zitten met heel veel mensen op een heel klein kluitje. Ja. Ik ken mensen, die wonen redelijk bij mij in de buurt, die wonen pal langs de A15... aan de andere kant bij de Merwede-Lingelijn, een provinciale lijn. En die hebben ook geluidsoverlast, zegt u. En inderdaad, bij de Betuwe-lijn. Nou, u moet niet weten, of u wil niet weten, hoeveel geluidsoverlast die hebben. Ik ken mensen, ik heb er in de tuin gezeten, die wonen op 75 meter van een metalen spoorwegovergang. Elke 2 minuten, je kunt je klok erop gelijk zetten, komt daar dus een trein overheen met kedenk, kedenk, kedenk.
Het is heel simpel. Ze wonen in de Randstad en ze hebben er maar mee te dealen. Hele drukke provincie. En we kunnen niet zeggen van, joh, weet je wat, ga maar naar Eindhoven. Of ga maar naar Schiphol. Of ga maar naar misschien de toekomst van Lelystad. Ja. De SP, Lies van Aals, die denkt daar heel anders over. Ja, wat je ziet is dat de overlast op Rotterdam Airport de laatste 12 jaar enorm is toegenomen. En dat de mensen die daar dus al woonden, inmiddels zeggen, dit kan zo niet langer. Ik hou dit niet vol, ik blijf uit mijn nachtrust gestoord worden. Ik zag toevallig een stukje van RTV Rijnmond, waarbij de journalist die daarbij was, zei, jeumig, dat is inderdaad wel heel erg hard toen er een vliegtuig over de tuin heen vloog. De grens is bereikt. En niet alleen op het gebied van geluidsoverlast, maar ook op het gebied van uitstoot. En dan moeten we met elkaar ook maar gewoon eerlijk zeggen dat het zo niet langer kan. Overigens zijn er ook behoorlijk veel vluchten die helemaal niet eens nodig zijn. Vluchten naar Londen, vluchten naar Duitsland. Dingen die heel goed met een trein kunnen. Waarvan we ook met elkaar kunnen zeggen, waarom gaan we daar niet slimmer mee om? En wat me eigenlijk van Rotterdam Airport dan nog het meeste ergert. Ik loop hier nu 12 jaar mee. Ik heb in die 12 jaar nog geen moment meegemaakt dat Rotterdam Airport niet zei, ik wil meer. Ik wil nog meer vluchten, ik wil nog meer winst maken. En ik heb ook nog geen moment meegemaakt dat ze niet al te veel vlogen. En dat daar niet op werd gehandhaafd. En want dat is het grootste probleem. Er wordt niet op gehandhaafd. Er is nu een heel klein beetje bij Schiedam gehandhaafd. Maar dat geeft een soort van waterbedeffect dat andere mensen in de provincie overlast gaan krijgen. Ze hebben daar de geluidsnormen overtreden. Hè? Dus en er is eindelijk een klein beetje gehandhaafd, maar nog verre van genoeg. Ja. Ja, wij zijn geen communistisch land. Dus ik kan me voorstellen dat een bedrijf winst wil maken. Ik weet dat u er anders over denkt. Maar u nee, wilt meneer de Vrede, heeft u mij nooit horen. Ze mogen geen winst maken. Voor de economie. Ja, wij zijn sowieso. Er zijn 4000 mensen die werk hebben dankzij 16hoven. Ja, opvallend dat u het nu 16hoven noemt. U noemt het in de verkiezingsprogramma zelfs 16hoven. Dat klopt, maar ik dacht, laat ik me nou vandaag inhouden. Het bijzondere is wel dat ze hebben vanuit Rotterdam Airport 16hoven een MKBA laten maken. Dus een onderzoek hoeveel economische winst brengt dat vliegveld nu. En daarvan hebben de omwonenden een tegenonderzoek laten doen. De hoeveelheid economische winst in de omgeving wordt vreselijk overschat. En ondertussen wonen er heel veel mensen rondom die luchthaven die minder productief zijn in hun arbeidsleven, omdat ze die overlast hebben, omdat ze slechter slapen. Dus het gaat twee kanten op dat ook die mensen moeten economisch productief kunnen zijn. Maar op het moment dat ze niet vliegen via 16hoven, gaan ze ergens anders naartoe. Naar Eindhoven. Hoe zit het daar? Want u verplaatst in feite het probleem. U kunt zeggen van nou, ik heb GroenLinks bijvoorbeeld gehoord, we maken er een park van. Maar dat kan helemaal niet, want dan moeten die mensen naar Amsterdam, naar Eindhoven. Dat gaat niet. Ik wil best herhalen wat ik net zei. Ik zei ook dat een deel van de vluchten helemaal niet nodig is. U wilt gewoon dat mensen kinderen op vakantie gaan? Nee, ik zeg dat vluchten naar Londen bijvoorbeeld, die kunnen ook prima met de trein. En vluchten naar Duitsland kunnen ook prima met de trein. En op die manier kun je er veel slimmer mee omgaan. En we hebben ook hier in de Staten wel de discussie met elkaar gehad. Misschien moet je gewoon überhaupt Schiphol en Rotterdam Airport niet in een bewoond gebied willen hebben, maar uitplaatsen naar een andere plek. Dan heb je overigens het probleem van de uitstoot nog niet opgelost. En het is onbegrijpelijk dat luchtvaart nog steeds ook niet meegenomen wordt in die klimaatdoelstellingen. En heeft u het dan over verplaatsen naar op zee? Dat lijkt me op dit moment wel de meest logische locatie, maar of het echt haalbaar is, weet ik nog niet. Maar je zou daarmee wel iets oplossen. De uitstoot dus niet, maar een deel van de overlast wel. Dan komt die luchthaven te midden van de windmolens? Ja, het wordt wel wat druk op zee. Dat is op zich best wel spannend, want u wil de zee volzetten met windmolens. Op dat moment moeten die vliegtuigen, en dat is spanningverhogend, tussen die windmolens door. Want ze moeten een keer omhoog. En die windmolens staan. Het is wel heel grappig dat u mij vandaag nog niet over windmolens hoorde en daar zelf conclusies aan trekt. Ja, u dacht zee, wel ik krijg fantasie over moment. Een achtbaan met een vliegtuig door de windmolens heen, dankzij u. Dank u wel. Ik zou zeggen, ga beide terug, want ik ben ook heel erg benieuwd hoe de andere lijsttrekkers erover denken. Die luchthaven Rotterdam, die Heek Airport, zoals het toch echt al heel lang heet, of in ieder geval Rotterdam Airport, die moet gewoon kunnen groeien. De andere partijen, Ewout. Ja, 16hoven Rotterdam, de Heek Airport. In ieder geval de andere 4 partijen die hier bij mij staan, die vinden dat hij niet mag groeien voorlopig. En nu weet ik dat Adrie Bom, CDA, de afgelopen 4 jaar verantwoordelijk was. Oh, nou dat is mooi. Dat wist ik niet. Ik zit wel in de bestuurlijke regiegroep, ben ik zelfs voorzitter van die een van de partijen is rondom RTHA. Maar de verantwoordelijke over hoeveel er gevlogen mag worden, is nog steeds de minister. Uiteraard, maar de provincie inderdaad zit in die regiegroep en daar staat u
zeker. Erbij. Ja. En uiteindelijk heeft de provincie de afgelopen 4 jaar gezegd, niet groeien. Nee, dat klopt. Nee, we hebben gezegd, er is een bepaalde geluidsruimte voor deze luchthaven. Daarbinnen moet de groei zich ontwikkelen. En meer dan dat kan niet, vanwege ook argumenten die net al zijn genoemd. De omgeving, geluidsoverlast, gezondheidsaspecten. Je moet echt goed kijken in zo'n volle omgeving als Zuid-Holland is, dat daar niks meer bij kan qua overlast. Dus nou, dat was de grens. Ja, misschien heeft uw collega Ria Ooster op D66 wel een interessante oplossing op zee. Nou, inderdaad, dat is een initiatief van D66 geweest vanuit de Staten, maar ook vanuit de Tweede Kamer. Wij vinden dat er nu eindelijk een onderzoek moet komen, dat gaat er ook komen, naar de haalbaarheid van een vliegveld op zee. En nou ja, u heeft gezien, ik heb inderdaad op nee gedrukt, omdat wij vinden als D66 dat het genoeg is geweest. Waarbij ik wel ook heel graag nog even naar het noorden van onze provincie wil kijken, waar de overlast van Schiphol ook enorm is. Dus dat moeten we ook meenemen. Verder denken wij, net als mevrouw van Aals van de SP, dat je betere alternatieven zou moeten hebben. Dus zorg gewoon voor veel betere treinverbindingen voor die korte afstanden. Ja, en wat ik zelf eigenlijk ook wel een punt vind, vliegen is wel erg goedkoop. Ik vind het eigenlijk van de gekke dat je voor €50 heen en weer naar Genève kunt vliegen. En daar zit ook geen belasting op kerosine. Wat natuurlijk ook heel raar is, terwijl we op onze auto benzine wel betalen. Ja, een andere discussie, maar u zegt op zee. Bedoelt u dan ook dat Rotterdam de Heek Airport uiteindelijk dicht moet? Dat zou dan al, ja, inderdaad. Dan op korte zou je en Schiphol en 16 Hoven, zoals ik het maar blijf noemen, zou je naar zee kunnen verplaatsen. En wellicht Lelystad ook. Ja. Maar dat is, lijkt mij voor geen realistisch. Voor Vermeulen VVD? Dat lijkt mij geen realistisch voorstel. En waarom niet? Nou ja, die luchthavens zijn gewoon nodig voor de steden die we hebben. Rotterdam en Den Haag. Die hebben ook de wens om echt als metropool te functioneren. Ja, daar hoort gewoon een luchthaven bij. En je kunt ook geen onderscheid gaan maken over wat voor vluchten daar dan vandaan gaan. Hè. Dat zeggen sommige partijen dan ook. Nou, de VVD vindt, het maakt gewoon niet uit of je op vakantie gaat of voor een zakenvlucht gaat. Die ruimte moet er zijn. Maar dat moet natuurlijk niet ongebreideld groeien. Daarom heb ik ook tegen de stelling... Opvallende keuze, een VVD die inderdaad zegt niet verder groeien. De stelling suggereert dat die luchthaven ongebreideld moet kunnen groeien. Daar zijn we als VVD niet voor. Maar de groei moet wel rekening houden met de omwonenden die er ook zijn. Hè. Daar moet je een balans in vinden. Net zoals we dat met alles doen. Hè. We zeggen ook niet, leg maar overal een weg neer. Daar moet je ook rekening houden met de omgeving. Ik denk wel dat je moet zorgen dat die luchthaven kan groeien, ook in Zuid-Holland, maar met rekening houdend met de omgeving. Maar dan bent u dus eigenlijk de omgeving, dan kan dat niet meer groeien. Laatste woord voor PvdA, Anneke. Ja, mijn opmerking was net, als je echt rekening houdt met de omgeving, zowel bij Rotterdam de Heek Airport als bij Schiphol, dan kan het niet meer groeien. Ja, de mensen hebben overlast, de uitstoot, de alternatieven zijn er. Maar dat is wel een opvallende stelling van de Partij van de Arbeid. Want dat is nou juist de reden dat minister Cora van Nieuwenhuizen ook een onderzoek doet naar de indeling van het luchtruim in Nederland. Ja. Om te kijken, hè, het is nu niet efficiënt ingedeeld. Al die luchthavens hebben een eigen aanvliegroute. Nou, als je daar nog eens goed naar zou kunnen kijken, hoe is het luchtruim in Nederland ingedeeld, zou je misschien ook met andere aanvliegroutes kunnen werken. En dat vermindert ook de overlast. Dus ik vind dat we zo'n onderzoek echt moeten afwachten voordat we overhaast de conclusies trekken. Onderzoeken, we moeten onderzoeken dus afwachten. Kan altijd goed, maar echt, als je rekening wil houden met de mensen, dan kan de luchtvaart niet meer groeien. De luchtvaart kan niet groeien. Nou, op dit punt, Martine, is er minder te kiezen. Hè? Eigenlijk zeggen de meeste partijen, behalve dan de PVV, geen groei meer voor Rotterdam de Heek. Ja, en wij zijn ook benieuwd hoe het publiek er dan ook over denkt. Zijn die net zo stellig als de lijsttrekkers hier in de zaal? De kleur wordt uiteindelijk rood. En dat betekent dat een meerderheid van de mensen hier in de zaal tegen de stelling is, en die meerderheid, dat is 67%. Lot, volgens mij staan er ook mensen die ook allerlei plannen hebben rondom de luchthaven. Nou, plannen, of ze zelf plannen hebben, weet ik niet. Maar ze hebben er ongetwijfeld een opvatting over. Partij voor de Dieren, u wilt graag reageren? Ik wil heel graag reageren, want economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. De Partij voor de Dieren wil een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde aankomt. Kan. Daarom willen we ook krimp van de Rotterdam de Heek Airport. Krimp zelfs, dus krimp niet, dus van het moet de, minder. Wat kan er minder, wel af dan? Minder vluchten. Het zijn heel veel pleziervluchten. Vliegen is heel vervuilend. Dus de pleziervluchten eraf of de vakantievluchten eraf? Of de zakelijke verkeer? Krimp van de luchtvaart, dus minder vliegen.
En vooral die pleziervluchten kunnen minder. En daarnaast vinden we het ook heel belangrijk, niet alleen minder vliegen, maar ook minder verkeer. Minder wegen. Nu zie je dat 70% van het provinciale budget wordt geïnvesteerd in wegen. Maar laten en we het even bij de economie. Ja, maar laten we het even bij de vliegvelden en houden. Wij willen meer investeren in natuur. Want heel dat goed. Is veel belangrijker. Even naar Nida. Ja. Over vliegtuigen, AUB. Ja, nee, ik zal me daar tot beperken. Nee, in Nida ziet wel twee uitersten. Je hebt natuurlijk overlast en luchtvervuiling. En aan de andere kant economische belangen, maar ook familiaire belangen, die we ook heel erg belangrijk vinden. Vakantie gaat samen met elkaar op vakantie, maar u bezoekt ook soms familie in het buitenland. Dus u zegt uitbreiden van... Nou, we zijn niet voor uitbreiden, maar we zien daar een spanningsveld. En ik denk dat we daar heel erg verstandig mee om moeten gaan. En we zijn alleen maar voor uitbreiding als dat niet gepaard als gaat met een uitbreiding. De familiebanden niet schaadt. Nou, als dat de luchtvervuiling en het overlast niet schaadt, want dat mag absoluut niet uitbreiden. Even naar de lokale partijen. Ja, de lokale partijen. Heel simpel is het zo dat de lokale partijen rondom Schiphol hebben altijd aangegeven, we willen graag niet dat het uitbreidt, want onze inwoners willen dat niet. En dat is ook de reden dat wij als lokale partijen zeggen van, als 33% van de stemmers bij de laatste verkiezing heeft gezegd, wij willen heel graag iets laten horen wat wij graag vinden, dan moet je dat ook in de provincie terug laten komen. Dus wij zeggen van, wat er ook gebeurt, als het in de linkerkant van de provincie iets wordt geroepen, dan is dat belangrijk, dan moet er ook naar geluisterd worden. Dus hetzelfde wat mevrouw van de D66 zegt, als het gaat over de noordkant van onze provincie, daar hebben ze last van Schiphol. Dat is ook onze gemeentes. Als ze dat vinden, dan moet het via ons terug naar de gemeente, wel de provincie. Nog even naar de ChristenUnie of de SGP. Mag het er één zijn of praten jullie met één mond of nou, toch niet? Wat weet ik niet. We doen het allebei kort, dan zijn we ook allebei aan de beurt geweest. Daar staan we hier ook voor. SGP. Nee, de geluids- en milieubelasting mag niet stijgen op de Rotterdam De Heek Airport. Dus dat kan te maken hebben met het aantal vluchten, maar het kan ook zijn dat vliegtuigen schoner en minder milieubelastend worden. En ook wij kijken met een schuin oog naar verplaatsing naar zee. Dat is echt niet alleen D66. Ik hoor het ook van de 50-plus hierachter. Maar dat kost toch heel veel geld? Dat kost heel veel geld. Daar hebben we ook best nog wel even de tijd voor. En die ruimte waar het vliegveld nu is, die zou natuurlijk schitterend gebruik kunnen worden voor andere dingen die ook heel erg noodzakelijk zijn. Maar bijvoorbeeld woningbouw, waar we het net over gehad hebben. Ja, en voor de ChristenUnie vindt u iets heel anders of niet? Nee, laten we het wel eens met We moeten een pas op de plaats maken en rust en ruimte voor laten gaan ten opzichte van de groei van vliegverkeer. Dus niet meer uitbreiden? Niet meer, pas op de plaats en niet alleen voor dit vliegveld in de algemene zin. En naar zee, een vliegveld naar zee? Dat is een optie. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, of die reëel is, dat kunnen we hier volgens mij niet met elkaar zeggen. Nee, misschien is het antwoord dan wel nee. Op dit moment. Nou, ik zou het willen. Ja, precies. Ja. Nou, de ChristenUnie die zou het wel willen, een vliegveld naar zee. Gaat natuurlijk eventjes wat kosten. Maar goed, dat zal op dit moment geen verkiezingsthema zijn. Het is in ieder geval niet iets volgens mij waar de provincie over gaat. De drie stellingen zijn inmiddels geweest. Dat betekent dat we eens eventjes gaan kijken naar wat er komende woensdag gaat gebeuren. En dat het aan u dus ligt of u naar de stembus gaat. En ja, als we even naar 4 jaar geleden kijken, dan zien we dat het opkomstpercentage iets meer dan 45% is geweest. En dat is niet al te best. Dus waarom het nou zo belangrijk is om te stemmen, daarom staat de baas van de provincie bij lot. Ja, de baas van de provincie, de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Bent u de baas van de provincie? Heerlijk dat u dat zo noemt. Ja, dat voelt hij zich wel goed bij. Ja, heerlijk, maar het is natuurlijk niet zo. Zegt u dat eigenlijk wel eens als mensen aan u vragen, wat doet u eigenlijk? Dan zegt u, ik ben de baas van de provincie. Als ik dat zou zeggen, krijg ik meteen een draai in mijn oren. Maar ik vind het al heel goed dat heel veel mensen denken dat dat zo is. Nee, kijk, de echte bazen zijn natuurlijk de mensen, die de politici in de provincie. Je ziet er een paar staan, dat zijn de gedeputeerden. Die kregen een mandaat om uiteindelijk gewoon het beleid in de provincie te maken. Dat betekent niet dat ik niks te doen heb hier. Ik ben de voorzitter van het gezelschap en ik word geacht om te zorgen dat de besluitvorming goed komt en dat er een goede sfeer is waarin die besluiten genomen kunnen worden. Want u bent eigenlijk een soort boegbeeld van de provincie. Ja. Moet u nou vaak het belang uitleggen van de provincie? Nou, dat heb ik de laatste weken bijna dagelijks gedaan. Van wat doet die provincie nou precies? En dan mag ik uitleggen dat het eigenlijk heel veel is wat in je directe omgeving zichtbaar is. Ik zeg het vaak in een paar one-liners. Wij gaan over heel veel dingen die mensen vaak voor vanzelfsprekend houden, maar eigenlijk niemand weet precies wie erover gaat. Wie regelt het openbaar vervoer? Wie zorgt ervoor dat de bruggen opengaan? Wie zorgt ervoor dat de provinciale wegen gemaakt worden? Wie zorgt ervoor dat je gezellig aan het kunt wandelen in een park of een recreatieruimte? En dan zouden we nu met z'n allen moeten roepen, de provincie! Zo is het, zo is het, zo is het. En we zijn natuurlijk ook, zeg maar,
degene die gaat over alles wat te groot is voor lokaal niveau en net te klein is voor landelijk niveau. En in de campagne komen steeds die landelijke kopstukken toch ook wel weer terug. Ja. Het gaat over de Eerste Kamer, want de provincie die stemt uiteindelijk ook voor de leden van de Eerste Kamer. Stoort u dat? Ja, soms wel ja. En zeker als het debat gewoon uit de hand loopt en ik er met moeite het eind kan halen van het debat. Ik denk, kom op mensen. Het gaat hier over zaken die in de provincie spelen. Ik vind het prima dat er ook, omdat het om de Eerste Kamer gaat, dat we ook de landelijke kopstukken zien. Maar die moeten niet die hele verkiezingen kapen. Ik moet u zeggen, ik heb net met plezier staan kijken en luisteren naar dit debat. Het gaat over dingen die in onze directe woon- en leefomgeving plaatsvinden. Of het nou het vliegveld is, of windmolens, of woningbouw, of wegenbouw. Het gaat om de natuur, het gaat om onze directe leefomgeving die door de provincie als het ware beheerd en ook ingericht wordt. Nou, dat is heel belangrijk. En daar kunt u woensdag, kunnen wij er allemaal voor stemmen. 20 maart, doe dat. Ja, dat, en waterschappen. En waterschappen. Dus komende woensdag stemmen, stemmen, stemmen. De oproep van de commissaris van de Koning dus. Stemmen, stemmen, stemmen. Het zit erop. Dit was het lijsttrekkersdebat van Omroep West en RTV Rijnmond. En nou is het aan u inderdaad om komende woensdag naar de stembus te gaan en uw stem uit te brengen. En dan weten we daarna hoe die statenzaal hier eruit ziet. Ja, en wilt u alles blijven volgen op Radio West, is op 20 maart alles te volgen in de avond. En ook op de website van Rijnmond, Rijnmond.nl en omroepwest.nl kunt u alles volgen. Dus wilt u weten wie de grootste partij wordt en hoe uw provincie er straks uitziet? Blijf ons dan volgen. Nu bedankt voor het kijken.